doen? Yo, wat up, gasten? Ik weet gewoon zeker dat de helft van jullie aan het geluid heeft gezeten aan het begin. Maar het is weer eens tijd voor een nieuwe Verse 50. Maar waar gaat de Verse 50 deze keer over? Ik weet gewoon zeker dat jij dat nu bij jezelf denkt. Eigenlijk weet ik wel zeker dat jij dat niet bij jezelf denkt, want jij hebt al lang de titel gelezen. Kut. En ja, deze video gaat dus over je werk. Het zijn namelijk 50 smoesjes om niet ontslagen te worden. Maar ik weet dat heel veel van jullie ook geen werk hebben. Dus voor die mensen die nog naar school gaan, kan je het ook zien als 50 smoesjes om je niet te melden. Hè? 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 Dus ja, laten we maar beginnen. Hoezo heb ik niks gedaan? Ik was altijd bezig met Hives, Twitter, Facebook en al die andere dingen hoor. Ja, sorry, ik was 2 maanden ziek, want ik had een fiets gekocht. Jij wil mij ontslaan? Hoe kan dat? Ik ben onontslaanbaar. Intimiderende ogen. Hoezo ben ik te weinig aanwezig? Ik heb me netjes ziek gemeld de afgelopen 6 maanden. Stil maar, ik weet niet wat je wil gaan zeggen, maar ik heb voor jou een worst gekocht. Dat je zo'n goede baas bent. Ik was er gisteren niet, want ik moest naar het ziekenhuis. Oh shit, ja, ik werk in het ziekenhuis. Kutzooi. Ik moest naar de tandarts. Bij deze ben je ontslagen. We verzoeken je om een andere baan te zoeken. Holy shit. Ik wist niet eens dat ik werk had. Nee, is goed. Bij deze ben ik dan ontslagen. Alleen heb je wel een sollicitatiebrief, want ik wil opnieuw solliciteren. Je hoeft me niet te ontslaan. Misschien is er een manier waarop we dit kunnen oplossen. Weet je, ik doe echt alles om deze baan te houden. Want ik heb naaktfoto's van je. En nu ook je pakje kauwgom. Ik was er zo weinig omdat mijn onzichtbare hond is overleden. Je kan me niet eens ontslaan. Ik heb 2 jaar geleden hier een contract getekend om hier 2 jaar te werken. Je kan me wel ontslaan. Ik heb helemaal niks gedaan. Oh. Daarom ontsla je me dus. Ah. Sorry, ik ben er een jaar niet geweest, omdat ik namens FBI samen met Perit Voogdbeek die een onderzoek moest doen naar scheurkalkgeuk. Waarna we de achterkamer dat de scheurkalkgeuk een illegale Peruaanse ottenkwekerij in Noord-Korea heeft. Dat kan dus echt niet hoor, dat vind ik echt niet kunnen. Je wilt me ontslaan? Nou ja, we willen allemaal wel eens wat. Ik ga weer terug naar mijn werk, hè. De laatste weken ben ik niet geweest omdat ik mijn gas aan het wassen was. Yo, what's up Bert, hoe gaat ie met Ernie? Ja, gaat lekker, lekker. Ik zit nu bij mijn baas. Die ene met die pukkels, kale kop. Die hele lelijke. Ja, die ja. Die. Oh ja, natuurlijk ja. Ja, die zit nu te zeiken over mijn werkhouding. Dus is goed als ik je zo terugbel? Is cool, jongen. Hey, groetjes aan Ernie. Ja? Later. Sorry, mijn werkhouding zei je. Je moet mij niet ontslaan omdat ik dronken ben. Ik ben gewoon een beetje moe. Niet doen, niet doen. Oh, ontslaan. Nee, ik dacht je zei op mijn kont slaan. Nee, doe je ding. Ik heb de afgelopen maanden wel wat gedaan. De elektriciteit was laatst uitgevallen en ik heb al mijn elektrische Pokémon ingezet om de elektriciteit terug te halen. Serieus, als slime nu omdat ik over Naomi's broer heb gepist. De enige reden waarom ik overheen pis omdat ik de wc moest, alleen zij zat erop. En als ik naar de wc moet, moet ik echt naar de wc. Dan moet zij maar niet op de wc gaan zitten als ik naar de wc moet, toch? Oh, ze was ziek. Wie zat er dan op de wc? Oh, dat was jij. Oh, in dat geval. Je kunt mij niet ontslaan. Ik ben jouw baas. Ik ben jouw werknemer. Wat ben jij arrogant? Jezus, ik neem ontslag. Ik hoef niet zo'n arrogante baas. Ik ben vannacht overleden. Hoezo wil je me ontslaan? Omdat ik spullen steel? Dat doe ik helemaal niet. Ik ben gewoon een goede werknemer hoor. Geen zorgen. Ik zeg maar altijd zo, de kast hoort niet bij de vitrine. Psst, het is goed zo. We gaan uit elkaar. Ik ben zelf ook vreemd gegaan. Ik heb al een andere baan. We kunnen elkaar nog wel af en toe zien. Geen zorgen. Ik was dus gewoon aan het werken in de winkel. Ik kom er in één keer de egel binnen. Ik zeg tegen de egel, nu moet je echt heel snel wegwezen. Wat denk je wat hij doet? Gaat hij tussen de melkpakken liggen, ging je helemaal open. Allemaal melk overheen. Iedereen dacht van, oh, die gozer heeft weer lopen ruk hoor. Maar ik en iedereen moet uitleggen van, nee, ik heb niet lopen ruk. Het is gewoon de melk. Zei ze, ja, ja, de melk, melk, melk. Mijn melk is ook een melk. Ik zeg, zo, melk is ook een melk. Het staat helemaal nergens op. Dus toen pakte ik de egel en ik gooide hem de winkel uit samen met alle andere melk. En nou ga je hem nu ontslaan. Het is een speciale supermarkt voor egels. Jezus. Mama, het komt wel goed. Ik kom zo naar het ziekenhuis, oké? Okay? Oké, tot zo. Waar had je het ook alweer over? Mijn keuken is heel erg ziek. Sinds geen wil hier aan de deur staat, kom ik het bedrijf niet eens voor binnen. Hij zet me er die direct uit. Ja, dan kan ik hier moeilijk gaan werken. Oh, ik heb je ontslag ontweken. Yes! Ik heb toch ruzie met mijn deur. Hij wil me er niet uitlaten. Mijn nichtje is overleden. Ze had gewoon de bieberfever. Ik heb wel wat gedaan. Kijk maar, hier. Mijn onzichtbare verslag met onzichtbaar papier en onzichtbare inkt. Alsjeblieft. Mijn kleurpotloden zijn op. Dus ontsla me alsjeblieft niet. Ik moet nog eten kopen voor mijn blauwe buitenaardse hond. Ik ben ziek omdat ik Gerard Joling heb horen zingen. Nou, dan ben je echt 3 weken dood. Mijn ontslag? Mijn opslag zal je bedoelen. Oh, nee, je bedoelt wel mijn ontslag. Nou, nee, doe maar liever niet. Wat? Ik wou je morgen nog wel ten huwelijk vragen. Het fruit was op en ja, op je werk moet je wel fris en fruitig zijn. Hoezo ontsla je me? Ik heb toch mijn knuffel? Oh, je zei knuppel. Dat ik een knuppel ben. Hoezo ga je me nu ontslaan? Ik was toch gewoon Call of Duty aan het spelen? Ik was een beetje aan het ownen online als je... Oh, je zei niet vervelen. Ik dacht je zei ga maar gamen. Ja, sorry. Word ik serieus ontslagen omdat ik Estefano heb vermoord? Nou, die klootzak was gewoon Justin Bieber aan het huizen voor 2 uur lang. En je kan me veel zeggen, maar 2 uur lang Justin Bieber is de ergste marteling die er is. Word ik liever gemarteld door je vrouw? Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik rook niet eens. Hoezo zou ik dan buiten staan roken? Ik was gewoon het kookdier. Ik was aan het roken. Ik ben niet naakt op mijn werk. Ik heb gewoon mijn zweetbandjes aan. Er is maar 1 manier om dit op te lossen.
Een duimgevecht. Laatst liep ik gewoon over straat, liep ik ineens tegen de muur. Zei ik zo, wat doet deze muur? Zei de muur, wat? Zei ik dat? Zei, hoe bedoel je? Zei ik, dat bedoel je? Zei ik, wat? Hoe? Zei die, hoe? Ik zo, oké, ik doei. Als je mij niet ontslaat, geef ik jou deze kortingsbon. Dat waren er alweer 50. Geen zorgen, ik zie dat je genoten hebt. Graag gedaan. Vergeet deze video ook niet te delen via Twitter, Hives, MSN, YouTube. Dit is YouTube. Kut. Facebook, MySpace, Hotmail, Habbo Hotel. Verzin alles maar. Doe het maar gewoon. Denk erover na, door deze smoesjes raak jij nooit meer je baan kwijt. En wat nou als al jouw vrienden ook niet hun baan kwijtraken? Dan hebben jij en al je vrienden voor altijd geld. Maar stuur deze video met name door de mensen die al lang een baan hebben natuurlijk. En zoals ik al zei, je kan deze dingen ook gebruiken om niet te melden. Of laat deze video gewoon zien aan je vader en dan zal je vader zeggen, poeh, wat is hij een aardige kerel? Eigenlijk niet. Ik weet wel zeker dat hij het niet doet. Maar in ieder geval, door deze video word jij nooit meer ontslagen. Abonneren op mij kan je hierboven doen door te klikken op het knopje abonneren. Gek genoeg. En dan ben je altijd up-to-date met alle video's die ik maak. Geef deze video ook een groen duimpje als je het leuk vond. En vind je hem nou echt super vet en wil je mij echt helpen? Voeg hem dan toe aan je favorieten. En bij 5000 groene duimpjes zorg ik dat er heel snel weer een nieuwe vers 50 is. Dus in ieder geval, abonneren op mij kan je hierboven. Groen duimpje, favoriet. En delen met al je vrienden en gasten. Ik check jullie later. Yo, what up gasten. Ik wil nog even heel snel zeggen dat de video's aan de rechterkant van mij klikbaar zijn. Het zijn allemaal vers 50'ers. Dus als je nog meer wil lachen, klik er maar in aan. Ook kan jij in de reactie beneden jouw idee achterlaten voor een nieuwe verse 50. En wie weet gebruik ik hem wel. Dat was eigenlijk alles wat ik te melden had. Klik maar lekker door, abonneer op mijn kanaal hierboven. En ik check jullie later. Trouwens, mooi vestje, hè.